woestijn is een ecosysteem, tropisch regenwoud is een ecosysteem, maar ook een boomholte of je doucheputje zijn ecosystemen. Weliswaar kleiner en simpeler. Dus even een simpele, ook wat saaie definitie. Een ecosysteem is het geheel van alle levende en niet-levende factoren in een bepaald gebied. Een bepaald gebied, dus bijvoorbeeld een bos of een park, maar net zo goed dit terrarium. En in dat gebied, of gebiedje, kijk je naar de levende factoren. Dat zijn planten en dieren en de restanten ervan. Dode dieren en planten, skeletten of ook uitwerpselen. Maar ook veel kleinere organismen, zoals bacteriën en schimmels, zijn levende factoren. Maar in onze definitie van daarnet zaten ook niet-levende factoren. Dat is eigenlijk al de rest. De lucht, de temperatuur, water, stenen. Nu, in een ecosysteem beïnvloeden de levende en de niet-levende factoren elkaar. Dit plantje, een levende factor in mijn klein ecosysteem, doet het goed omdat de hoeveelheid vocht, een niet-levende factor, in mijn bak er precies goed voor is. En stel dat we er nu een spinnetje in zetten. Of dat dan hier graag gaat wonen, dat hangt af of dat er andere insecten zijn die het kan opeten, of er goede plekjes zijn om eitjes te leggen, enzovoort. Nu, als er in een ecosysteem iets verandert, er komt bijvoorbeeld een roofdier bij, er is een bosbrand, of er worden bestrijdingsmiddelen gebruikt, of ik vergeet gewoon simpelweg om het deksel op mijn terrarium te zetten, dan wordt dat ecosysteem verstoord en dat kan een invloed hebben op de andere levende en niet-levende factoren.